Dames en heren. Het is ongelooflijk. Te lopen. Te wezen. In deze aflevering gaan we... porno kijken. Kutzooi, dat was niet de bedoeling. Lieve mensen, even zonder dolle. Hier is de winnaar van het volgen. Hier is de winnaar van de 20 euro PSN. En jij kan nog steeds abonneren als je dat niet gedaan hebt. En wat was het nog meer? Ik ben het kwijt. Het is gelijk onze eerste wedstrijd. Onze 21ste pot, dames en heren. We moeten gewoon nog 10 potten winnen. Hebben we top 100. Spelen we ons niveau, dan is het hartstikke prima. Geen vuiltje aan de lucht, lieve mensen. En ik wil je trouwens even bedanken voor de support voor de afgelopen video's. Het is insane. En er komen nog veel meer mooie dingen aan, want binnenkort mogen jullie ook Modern Warfare in ontvangst nemen. In ieder geval één van jullie. En dat wordt gewoon fucking hilarisch. Maar Ben, heb ik ook even mijn Instagram laten weten, als je daar een nieuwe volg kunt doen, @FrankSlotta. Maar Ben gaat hopelijk een team of een player of the month kaart krijgen. En dan wordt het waarschijnlijk een 87, want het gaat altijd wel 2 bovenop zijn normale in vorm. Dus ik hoop dat dat zo gaat in wezen te lopen te worden. Want dat betekent wel dat we nu waarschijnlijk onze band moeten verkopen, want morgen is er weer de Weekend League Rewards. En er moet nog een video tussendoor aankomen en ik heb ook nog shotjes FIFA, dat komt ook nog tussendoor. Dus er komt hartstikke wel leuke content aan. En tussendoor doe ik gewoon genoeg winacties, zodat jullie ook wat winnen. Want bij mij gaat het goed en ik wil ook dat het met jullie goed gaat, want ik vind het gewoon fucking hilarisch te lopen te weten. Lieve mensen, doe maar wat. Komt maar! Ha! En hier moeten we tegen Osmanen. Osmanlispoor. Hier staan we dan 1-0 achter. En dan denk je, ja, weet je, 1-0 achter. Dat is niet best. Maar, we hebben een image. Ik knalt hem dan wel af in. En dat is echt tering chill. En dan voel ik me ook wel redelijk opgewonden bij. En hebben jullie trouwens gezien, even buiten de kaart, wat een hele belangrijke wedstrijd is. Hebben jullie de inform gezien van La Cuque? La Cuque even inform. Dus als we La Cuque pakken, dan gaan we echt helemaal los. Eigenlijk moet het even met... ja, kijk, met Malen kreeg ik gewoon een tegendoel. De 2-2. Maar, wat gebeurt er hier? Tuurlijk, 3-2 winst. We gaan 22-0. Dames en heren, dit kunnen we niet meer uit handen geven. We gaan 22-0. Ongelooflijk goed. We hebben gezopen. We hebben weer een beetje cat... nee, dat kan ik niet zeggen. Nee, maar het ging goed. We moeten tegen... hoppa, lekker. We moeten van Mitchell Denkers. Hoppa, lekker. En het is... gozer, kom maar af in. Hoppa, lekker. Ja, dat weten jullie misschien nog wel. Maar in ieder geval... oh, Messi. Oh, het is goed, zijn lieve mensen. En scoort er dus 1-0. Tering chill. Tegen de hoppa lekker. En hoppa lekker is een steen. Ja, we denken van... oh, moet je kijken. Dit is, oh, ja, dat is een goed schot. Ja, dat was... doe even de hoogtepunten. Dus soms zie je ook gewoon even dingen dat het echt gewoon fantastisch gaat. Hier pakken we op tijd de bal af. En uiteindelijk dan... ach, lieve mensen. Ah. Missionaris. En dit gaat gewoon hartstikke goed. We hebben niks te klagen. En uiteindelijk komt Johan. Johan komt dan met een kapsalon. En die schiet hem dan nog in de korte hoek. En het zorgt voor de 2-1. En uiteindelijk een super zieke steekbal van onze verdette. En uiteindelijk wordt dan Rashford. Volgens mij was dat. Wordt dan neergehakt door Eder Militao. En dan krijgt hij een rode kaart. En uiteindelijk scoort hij. Oh nee, dit was heel interessant. Want hier mist hij dus uiteindelijk nog de kans. Waardoor het nog steeds 2-1 is gebleven. En scoren wij nog één keer. Ja, met een steekbal op Rashford. En dit is hilarisch. Moet je kijken. De turbo van Messi. Moet je kijken. Sprint iedereen voorbij. Timer verkeerd. Maakt niet uit. En we zitten dus nu op een 3-1 voorsprong. Dat betekent, dames en heren, we gaan 23-0. We zijn nog nooit in ons hele leven 23-0 gaan. What can possibly go wrong? Nou, gaan we even kijken of we van 23-0 naar 23-1 of 24-0 gaan. Lieve mensen, we hebben de vorige 23 gewonnen. Het is toch onmogelijk dat we het nu nog uit handen geven. Maar oké, hier komt Messi. Tuurlijk. Ja. Neymar. Goed. Bam. 1-0. Goed voor het zelfvertrouwen. Ik word er geil van. Ik word er hard van, lieve mensen. Het is ongelooflijk. Lekker. En dan uiteindelijk Messi. En dan... ja, dit zijn gewoon heerlijke doelpuntjes, lieve mensen. Bam, korte hoek. Ja, dat gebeurt niet. We krijgen heel veel kansen. Uiteindelijk nog deze corner. En dan denk je, ja, als er één iemand een goal niet van verwachten is van Kan Koffie. Maar ja, Kan Koffie schiet gewoon een korte hoek. Het is ongelooflijk, Kan Koffie. 2-0. En dan gaan we nou uiteindelijk nog voor de verse Janu. Dat uiteindelijk doet het doorlopen. En wie staat er helemaal vrij? Kilianus. Zelfs met zijn linkerbeen kan die bal erin knallen. Dames en heren, we gaan 23-0. We gaan 24-0 zelfs. Jezus, we gaan naar 24-0. Ongelooflijk, we gaan naar 24-0. We zouden nooit 24-0 gaan ons hele leven. Maar nu moeten we tegen Never Lucky, de Duitser, met Petit op linksback. En dan denk ik al, Petit op linksback, wat is dit? Wat zijn we aan het doen? Maar we moeten tegen een hele goede tegenstander, wil ik jullie vertellen, lieve mensen. We timen hier de bal groen, gaat er helaas niet in. En hierdoor slecht dekken. En vooral wat eigenlijk heel erg slecht is. En dat was echt super duper slecht.
is dat we, ja, kijk, hij krijgt gewoon één kans en dan wij wel meerdere kansen. Maar dat we die keeper daar laten uitkomen, want het is gewoon heel ongeduldig en het is gewoon lage concentratie, moet je gewoon niet doen. Hier proberen we te schieten, maar dan krijgen we de bal niet mee. En uiteindelijk één bal diep op Hulk hier zo. En dan uiteindelijk blokken we de bal goed. Staan we hier, staan we ervoor, we staan goed te verdedigen, brengen de lijn eruit. En dan uiteindelijk, ja, dat is heel vervelend. En dan maakt hij daar de 2-0. En lieve mensen, dan wordt het echt zo'n balbezitpotje, hè. Dan wordt het echt alleen maar rondtikken. Alleen maar rondtikken. En heeft dan uiteindelijk wordt het alleen maar balbezit houden, weer terug naar het middenveld. En uiteindelijk ga je het dan heel erg moeilijk krijgen en dan verliezen ons eerste potje bij de... Maar dit gebeurde op de zondagavond. Siroy met Hazard, met Guardiola, Alan, Mertens, Dembele. Prima team, maar dat is niet een beter team dan wat wij hebben, lieve mensen. Ik vond het allemaal hartstikke prima. Ik dacht, leuk team, gezellig. Moeten we gewoon ons beste spel voor hebben. Hier een hoge bal op Hazard. En dan denk je van, nou, die kunnen we nog inhalen. Maar uiteindelijk door een goede aanname en een goed schot komt hij in een lange hoek. Komt hij 1-0 voor. Super kut. Word je gelijk super agressief bij je eerste potje. Denk je gelijk, ik ga nog liever gewoon even lekker. Jullie weten wel wat ik eventueel wil zeggen. Maar komen we uiteindelijk nog op 1-1. Tering chill. Hartstikke goed. En dan uiteindelijk hier dat blank tegen hem aan. Oh, en dan staan we 2-1 achter. En dan begint de agressie al te lopen te komen, lieve mensen. En Hans Mertens hier zo. En die gaat dan door Ter Stegen heen. En dan staat het 3-1. En dan verliezen we ons tweede potje, dames en heren. En dan wil ik het nog ineens hebben over de statistieken die er nog eens bij kwamen, lieve mensen. Want ja, dat is echt weer zo'n tegenstander die alweer een paar kansen heeft gehad. Maar laten we eerlijk zijn. Ik heb gewoon niet goed genoeg verdedigd. Hij heeft 3 goals gemaakt. Is gewoon veel te veel. Dus gewoon een terechte overwinning van onze tegenstander. Hij had meer schoten op goal. Het is gewoon een veel betere speler met een veel minder team. Het is gewoon een hartstikke goede speler. Dus we hebben verloren. En we hebben verloren van een betere tegenstander. Ja, dat gebeurt in de Weekend League. Ik ben geen persoon die 30-0 kan halen. Want anders zou ik er gewoon elke dag heel serieus bezig mee moeten zijn. En ik ben gewoon niet de persoon die goed genoeg is. Dus het is helemaal niet erg om af en toe te verliezen. Dus ik vind het ook niet erg om zo'n potje te verliezen. Natuurlijk is de eerste pot die we verliezen kut. Worden we emotioneel van. Willen we eventueel een beetje polsen doorsnijden. Maar laten we het gewoon even houden vooral wat het is. We hebben verloren. Hartstikke prima. Uiteindelijk hebben we dan een tweede potje. En dan denk je, ja, dit is gewoon een hele goede bal. Gewoon kappen daar in je eigen 16. En dan denk je, ja, een beetje kluts. En dat gebeurt ook. Want zulke fouten maak ik minstens 3 keer per weekend. Dus dat maakt allemaal helemaal geen ene klote uit. Maar oké, mensen met een dubbele schaar. Uiteindelijk kunnen afketsen. En uiteindelijk schiet het dan goed de lange hoek in. Waardoor we de 3-1 maken. En uiteindelijk is er dan niks aan de hand. Want dan staan we na 27 wedstrijden. Staan we 15. Oh, we krijgen nog een penalty. Maar die missen we uiteindelijk. Dus ik sla maar gewoon over. 25-2, dames en heren. 25-2. Komen we tegen Dame Dolle. En ja, weet je, moet dit dan weer zo'n video worden dat ik dan weer zeg, het is zo'n zieke delay, het is zo verschrikkelijk, jongen. Het is echt niet te doen, jongen. Ik snap echt niet wat er gebeurt, jongen. Maar het is, dames en heren, het is oprecht als ik zeg dat hoe ik speelde op de vrijdag en de zaterdag, waar ik eigenlijk bijna tot geen problemen had met de tegenstanders, dat ik uiteindelijk wel een tegenstander tegen kan komen die beter is dan ik. En dat is helemaal niet erg, nogmaals. Want hier, ja, scoort hij dan 2-1 hartstikke prima met Dembillis. En uiteindelijk kan hij zelfs nog in de 51ste minuut kan hij de 2-2 scoren. Daar is helemaal niks geks aan. Maar het is meer dat ik tegen tegenstanders gelijk speel en verlies die echt letterlijk... Want meestal als je een potje verliest, dan kom je tegen een makkelijkere matchmaking. Om weer een beetje in de game te komen en een beetje motivatie te krijgen om uiteindelijk weer beter. Om weer door te voetballen. Maar weet je, dit soort dingen dan... Ja, ik weet niet wat het is. Hier daar lijkt het op zich al mee te vallen. Maar voor bedrijf, we hebben verlenging. Dan hebben we 2-2 en dan krijgen we penalties. Ik zal even snel door de penalties heen gaan door alleen de genomen strafschoppen. Uiteindelijk schiet hij hem hierin. Promes 1-1. Wij houden deze volgens mij. Oh nee, komen we net tekort. Want dan doen we altijd. We gaan een klein beetje naar links en naar rechts. En dan duiken we pas. Omdat we dan ook het midden af kunnen schermen. Dus dat helpt mij meestal. Maar ja, dan merkte ik dat hij echt in de hoek schoot. Dus dan zitten we wel goed. Uiteindelijk komen we hier 3-2 voor. En als hij dan deze mist, ja, kijk, dan wordt het heel gunstig. En dan moeten wij deze scoren. En dan zitten we zo goed als gebakken. Maar dat doen we niet. We schieten op de paal met een kan koffie. En uiteindelijk Ben! Die scoort tegen ons. En dan moet Doekoe Jereet moet dan scoren. En dat doet hij. Maar ik heb geen zin om hetzelfde verhaal. Want hier gaan we dan gewoon 26-2. Wat betekent dat we nog 2 potjes hebben om Elite 1 binnen te halen. En dat moet helemaal geen probleem zijn. Maar dan komen we tegen zo'n team. En ja, zo'n team is gewoon hartstikke goed. En daar heb je dan dit als rust. En dan, ja, lieve mensen, ik heb geen zin te zeiken.
Maar mijn spelers deden gewoon niet zoveel meer. En ik weet niet of het voor hem anders was, maar hij creëerde gewoon geen ene klote. Niks lukte gewoon. En het ging gewoon hartstikke slecht. En opeens ging in het begin alles goed. En op het laatst ging het gewoon helemaal niet meer. Nou ja, dat kan gewoon gebeuren. En ik krijg hier de 2-1. Uiteindelijk scoort hij nog de 3-1. Ik vind het allemaal hartstikke prima. Ik kap ermee. Want ik merk gewoon dat het niet meer zal lukken. Dus ik pleur de PlayStation uit. Maar toen dacht ik bij mezelf. Ik pleur de PlayStation uit, maar ik moet nog één potje voor Elite 1. Laat ik dat potje dan wel gewoon even spelen. En ik zat compleet in rage. Ik dacht al zoiets van, het gaat gewoon nu niet zoals ik wil. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om te spelen. Maar oké, we gaan wel gewoon spelen. Het maakt niet uit. Elite 1, tegen FC Red. Red Maan 247. En het is gewoon een prima team. Maar wij moeten hier gewoon in principe van kunnen winnen. 100%, we moeten hier gewoon van kunnen winnen. Dit moet niet een al te groot probleem zijn. Maar, wat blijkt nou, lieve mensen? Wat blijkt nou? Dat wij door een hele goede steekbal komen wij 1-0 achter. Ja, en dit wordt echt fantastisch hoor, lieve mensen. Hou je vast, dit wordt echt heel goed. En uiteindelijk scoren wij met Neymar, scoren wij de 1-1. Allemaal hartstikke prima. En wat ik al zei, het zit gewoon niet zoveel meer. Ik kon gewoon niet meer goed spelen. Uiteindelijk hebben we heel veel kansen gecreëerd. De irritatie zat erin en op een gegeven moment lukte het ook allemaal niet meer. Maar dan komt het fantastische, lieve mensen. Houd u vast, daar gaan we. En de 3, en de 2, en het was een... Nee. We zijn gegaan van 24-0 naar 26-4. Lieve mensen, abonneer alsjeblieft uit medelijden. Stop je duimpje in mijn reet, of liever stop hem in mijn reet. Ik wil je hartstikke bedanken voor het kijken. Morgen komt er een nieuwe video. Ik ga weer knallen aan de video's, want er komen drukke periodes aan. En ik heb jullie heel veel te vertellen. Hartstikke bedankt voor de support en ik zie jullie morgen. Ciao.